Maar ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Tegelijkertijd kunnen en zullen we onze ogen niet sluiten voor de economische gevolgen van deze crisis. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan. Want voor heel veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. Mijn boodschap aan de ondernemers van Nederland en hun werknemers is deze. Het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Nou, ik ben Sam Veerman uit Volendam en ik ben eigenares van Café Restaurant De Vrijheid aan de haven in Volendam. 1 augustus 2017 ben ik begonnen. Wat doe je om te overleven? Bezorging van maaltijden. En in de weekenden en vakanties ook loket, takeaway, drankjesverkoop, snacks. En dat is genoeg? Nou, nee, het is niet genoeg, lang niet. Maar het is wel nodig om ook gemotiveerd te blijven. En om mensen gemotiveerd te houden. En ook om te laten zien dat je er bent. Want als jij buiten beeld raakt, dan wordt het helemaal moeilijk om terug te komen. Mijn naam is Vincent Veerman. Sinds 14 maart 2019 eigenaar van dit café. Sjaakjes Café in Volendam. Een van de echte traditionele cafés nog in Volendam. Een oude bruine kroeg. Waar nog lief en leed met elkaar gedeeld wordt. We zaten hier aan de bar, traditioneel een dobbeltje te doen met de vaste klanten. 17:30 wordt er gezegd, om 18:00 moet je dicht zijn. Dan denk je, nou ja, een week of 2, 3. Nou, inmiddels 16 maart zijn we direct een jaar verder. En zijn we een jaar gesloten. En dat is ontzettend moeilijk. Hotel Café De Harmonie. Ja, ik ben Siem Kees. Slecht is mijn achternaam. En in mijn jeugdherinnering was dit al een ontmoetingsplek voor politieke partijen en culturele evenementen. Een lokaliteit noem ik het wel eens. Ik heb het overgenomen en er zit een hotelletje bij, 6 kamers. Je zit een jaar lang eigenlijk, heb je gewoon niks te doen. En staat alles op een laag pitje, daar komt het wel op neer. We hebben alles terug moeten brengen tot nul. En toen zijn we toch langzaam maar begonnen met een beetje bezorgen en wat activiteiten bedenken om de tekorten te dekken. Je probeert alles te doen om te overleven. En dat gaat niet. Je kan niet meer. Ik ben Manfred Vrolijks, eigenaar van Krankenvee Allsports, al 25-jarig begrip in Amstelveen. Begonnen met de verbondenheid aan sport. Ik zit bij een groot sportcentrum. En eigenlijk door die jaren heen is het uitgegroeid tot een volwaardig krankenvee-restaurant waar heel Amstelveen gebruik van maakt. 15 maart moesten we dicht. 16 maart zou ik hier 25 jaar in deze zaak zitten. En de hele maand was vol met festiviteiten gepland. En op het 25-jarige jubileum ging de deur op slot. 10 maanden geen salaris opgenomen. Nou, mijn naam is Peter Visser, horecaondernemer in Alkmaar onder andere. Ik ben 52 jaar. Ik doe dit vak al 30 jaar voor mezelf. We hebben om en nabij de 100 medewerkers in dienst. 9 verschillende vestigingen. Waarvan dit, waar we nu zijn, Eetcafé Pluim, een van de bekendste is. Zwaar getroffen door deze tijd, kan ik zeggen. Kom er eens hier. Geef eens even knuf. Even die arm om je heen. Even. Het gewoon de warmte weer voelen van iemand, dat is het niet meer. Dat is het niet meer. En we zijn mensen. Maar bijvoorbeeld mijn muziekleverancier heeft wel 25% korting gegeven op de factuur. Hm.
Nou, het is toch iets. Nou, ik vind eigenlijk dat het wel wat meer had kunnen zijn. Maar ja, zij moeten ook leven, dat snap ik. Gas, water, licht, die doen echt helemaal niks. Die doen helemaal niks, nee. De mensen, horecamensen zijn geneigd om positief te zijn. Oh, valt wel mee, ik red het wel, ik kom er wel uit. Maar als je het goed even nadenkt wat je er allemaal voor moet doen, dan valt het toch wel tegen. Langzamerhand ben je geestelijk en lichamelijk kapot. Helemaal kapot. En je kan niet meer. Hele heftige tijd. Ja. Ja. Toen het 1 juni werd, met de wetenschap van drie maanden daarvoor, had ik misschien wel gestopt. Daar komt ook bij dat ik vind dat dat Koninklijke Horeca Nederland geen vuist kan maken. Want ja, wat moeten wij staken? Dat heeft geen zin. Ludieke acties bedenken, daar trekt de Haagse schouders voor op. Als je maatschappelijk ontwrichtende acties bedenkt, verlies je de steun van de achterban. Dus dat is wel een cirkel een vervelende cirkel waar je in zit. Maar ik denk dat er nu wel gekeken moet worden naar een leven buiten corona om, of wat minder. Moet ik het zeggen? Ik heb ook heel veel last van corona, terwijl ik het misschien niet gehad heb of niet doodga eraan, maar het is wel even erg. Op een gegeven moment had ik tussen haakjes kreeg een hekel aan mijn personeel. Ja, er is weinig te doen, is een beetje takeaway. En dan, goeiedag, hallo, joe, hop. Nou, en dan gingen ze aan het werk. En ik moet weg, ik moet weg. Ik betaal elke maand alles, vakantiegeld, ze hebben nog niks misgelopen. En ik voel mezelf doodbloeien. En dat was even heel heftig hoor, dat ik dat gevoel ging krijgen. Maar als ik naar de hele breedte kijk, dus naar de branche kijk, dan kan ik werkelijk maar niet uitgelegd krijgen aan mezelf waarom wij maar 60%, want dat is het, krijgen en 100% moeten uitbetalen. Ik vind dat de rekening van corona echt de financiële rekening echt bij ondernemers ligt. Je krijgt privé een vreselijke klap. Het heeft geleid tot een scheiding. Het heeft geleid tot lichamelijk heel veel problemen. Het heeft lichamelijk en geestelijk heel veel problemen opgeleverd. Gelukkig heb ik heel veel steun aan de oude eigenaar en aan mijn vaste klanten. Nou, ik kan bijvoorbeeld niet tegen schulden. Nou, je ziet je schuld maar oplopen. En heb ik met andere ondernemers gesprekken gehad en met vrienden om me heen. Van, we hebben er allemaal last van. Parkeer dat, zet dat weg. Boa's. Ja, wij moeten natuurlijk wel begeleiden dat alles netjes gaat en rustig. Maar ja, je kan mensen niet altijd sturen. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid wel gedeeld mag worden met de gasten. Kermis, vrijdag voor kermis heb ik ze 17 keer gehad. Zaterdag 18 keer. Gemiddeld 2, 3, 4, 5 keer per dag dat ze langslopen, dat ze naar binnen kijken. Bent u open? Ik zeg ja, om af te halen. En dan staat er hier een klant te wachten op zijn portie spareribs of zijn broodje gehakt of weet ik veel wat. Ja, maar dat is niet de bedoeling dat ze binnen staan te wachten. Ik zeg, bij een snackbar mogen ze binnen wachten, dus ze mogen van mij hier ook binnen wachten. Ik krijg op vrijdagavond, ergens in oktober, krijg ik 2 boa's en een jurist van de gemeente binnen. En die zien het allemaal. Je hebt een restaurantvergunning, je hebt een aparte bv, je hebt een aparte ingang. Jij mag gewoon open blijven. En op zondag komen er 2 anderen binnen. En ik moet gewoon meteen van de gemeente meteen sluiten. Omdat ik een sportkantine was. Ja, toen zakte mijn broek af. En dat zijn allemaal dingen wat jou overkomt. En al die klappen in je gezicht moet je gewoon maar weer opvangen en maar weer vrolijk door blijven gaan. Ze hadden een tikkie verstuurd naar alle vaste klanten. En ze kwamen met een cheque van enkele duizenden euro's om mij een hart onder de riem te steken en om het hun café te laten bestaan. Ja, en dan breek je hart. Ja. Dat betekent voor jezelf dat je waar je mee bezig bent en waar je mee bezig blijft, dat je dat 100% vol wil houden. Dat je alle steun die je kan krijgen hebt van alles en iedereen. En dat je weer een toekomst ziet. We moeten zien hoe het straks gaat. Maar de mensen hebben er ook heel veel eigen geld in gestopt natuurlijk. Hè? Ja, wij hadden gelukkig niet al te veel schulden. Dus ik weet niet, wij schuifelen er doorheen denk ik. Maar als jij net een paar investeringen hebt gedaan, of een maat van mij heeft net een hotelletje hier begonnen als starter met 12 kamers. En die heeft helemaal 0,0 inkomsten voor een jaar lang.
Nou, dan moet ik zien hoe ze dat overleven. Ja. Maar ik verwacht dat het er nog wel wat... Er komt nog wel een naklap, dat denk ik wel. Als we zouden weten dat op 7 juni om 2:15 corona erop zit... dan kun je daar je hele bedrijf op inrichten en je bedrijfsvoering op inrichten. Ik ben er gewoon klaar voor om weer terug te komen en te knallen. En dan, ja, dit is helemaal iets wat gebeurt in je leven. Ja, we willen niet te lang bij stilstaan. En de stip op de horizon is heel ver weg, elke keer weer. Dan weer 3 weken, dan weer 3 maanden. En ik zeg altijd maar, als die stip op de horizon er is, dan als we die maar halen, dat is waar het om gaat. Ja, ik denk als ik nu een berichtje stuur dat over 10 minuten de kroeg vol zit. Ja, wat ik wil zeggen, dat ik het eigenlijk wel machtig mooi vind. Hoeveel horecaondernemers, hoe slecht het ook met ze gaat. Hoe het water ook aan de lippen staat, toch blijven doorknokken, toch positief blijven. En ja, dat zegt eigenlijk wel wat over onze brandstof van kanjes zijn.